En het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, is vandaag voor de vierde achtereenvolgende keer met de pesticidenbewustwordingsweek gestart. In het geheel Caribisch gebied wordt deze week extra aandacht besteed aan pesticidenbeheer. Het thema dit jaar is verhogen van bewustwording en opbouw van kennis voor een gezonde natie via duurzame ketenbeheer van pesticiden en het promoten van alternatieven. De kick-off op het districtscommissariaat van Komowijnen te Nieuw-Amsterdam was succesvol. In samenwerking met de soortleider van LVV is een infosessie gehouden voor bestuursambtenaren, LVV-medewerkers en de resortsraadsleden. De bewustwordingsweek verplaatst zich vanaf morgen naar de districten Wanica, Koroni en in het district Nikeri.